onderzoek bevestigt opnieuw de kloof tussen stad en platteland. Ja, en ook deze cijfers die liegen er weer niet om. 3 op de 5 Nederlanders zegt die kloof te voelen. Vooral in het zuiden en het oosten van ons land. En van de boeren is dat zelfs 85%. Het prijkt ook op de voorpagina van het AD. Daar zien we gapende kloof stad, platteland en politiek. Vooral boeren zijn het vertrouwen kwijt. Ja, de krant deed het onderzoek met Agrarisch Weekblad Nieuwe Oogst onder een groep burgers, tuinders en boeren. Het vertrouwen in de landelijke politiek blijkt bedroevend laag. Vooral bij de boeren, daar vertrouwt niet eens 1 op de 10 mensen een politicus. Ook pijnlijk, 3/4 van de boeren heeft geen vertrouwen in de media en onder burgers is dat 1/3. Nou, deze peiling kun je daarom zien als een duidelijke opdracht aan de politiek, ook richting de provinciale statenverkiezingen, zeggen de onderzoekers. Ja, deze week zat de burgemeester Nauta van het Hof van Twente hier aan tafel en die zei: we moeten stoppen met die kloof benoemen, maar juist het over de overeenkomsten hebben. Is dat dan de oplossing? In alles is relatief natuurlijk. Hè? Maar natuurlijk, naarmate je vaker over de kloof gaat praten, gaan mensen in dit soort enquêtes ook zeggen van ja, er is inderdaad een kloof. Het is van alle tijden. Hè? Want vroeger, zeker in de zuidelijke provincies, werd gezegd van wij hangen weer aan de achterste mem. Ja. Dus het is maar er is nu een soort wantrouwen in de Nederlandse samenleving geslopen. Zo van, Den Haag was meer dan 1 jaar met de kabinetsformatie bezig en wij worden aan een vlot overgelaten. En wat ze wel verzinnen, dat pakt alleen maar slecht uit. En ja, dat gaat van kwaad tot erger. Ik moet wel zeggen, ik vind de rol van de media, het is niet voor niks dat 1 op de 3 ook geen vertrouwen meer in de media hebben. Die doen daar wel aan mee. Dan mogen wij ons aanrekenen. Met z'n allen aanrekenen. Want wat u zegt, heel veel mensen zijn er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig, maar lezen dan ergens wat of horen dan ergens wat en gaan daar dan niet mee. Het gaat ook wel om feiten, hoor. In Limburg heeft de provincie een project om de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen te elektrificeren. Er zijn kostenoverschrijdingen, kloppen ze aan in Den Haag. Den Haag zegt nee, doen we niet. Wat zeggen die Limburgers? Ja, moet je kijken wat Amsterdam krijgt voor de Zuidas. Om dit soort concrete dingen gaat het vaak. Ja. Nee, zeker waar. Helemaal eens. Maar ik vind het wordt ook wel extra aangewakkerd. En hoe daar was ik het wel mee eens. Ik was het eens met de burgemeester die hier zat. Dat ik dacht, dus dat we het in je dit moet soort zeker luisteren. Maar ik zat van de week bij Op1 en daar dan hoor je weer de mestafval die ze kwijt moeten. Dat is een communicatiefout tussen Den Haag en Brussel. Daar zijn de boeren weer de dupe van. Dus er valt voor allebei de partijen wat te zeggen. Alleen ik vind, ik ben het wel met de burgemeester eens. We moeten niet constant olie op het vuur blijven gooien. Maar probeer nou juist te gaan praten. Want we zijn allemaal Nederlanders. We hebben heel veel met elkaar in het gemeen. Precies. En daar moeten we het ook over hebben. Ja, vind ik wel. Ja.